Hoi Maagd, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor die likes, reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Het is een algemene reading Maagd, het kan niet met iedereen resoneren. Mocht het niet met je resoneren, gooi het gewoon weg. Klik even verder en kijk wie er nog meer in dit veld zit en meer, waar je je meer tot aangetrokken voelt. Dat kan. We hebben allemaal een persoonlijke smaak en er zijn heel veel verschillende readers. Dus het kan zijn dat er readers zijn waar je beter, die bij, beter bij je passen. Nou, als ik nog kan praten vandaag, dan gaan we nu de reading doen voor de Maagd, sterrenbeeld Maagd. Zesde teken van de dierenriem en ook wordt geregeerd door Mercurius. Samen met tweelingen is Mercurius jouw planeet analytisch en communicatie valt daaronder. Sterrenbeeld Maagd. Maagd. Aardeteken Maagd. Sterrenbeeld Maagd. Wat is er belangrijk voor jullie op dit moment? Krachtkaart omgekeerd. Schildknaap van Pentakels. Ten of Swords. Oké, plotseling einde van iets. Equal give and take. Zes van Pentakels omgekeerd. Schildknaap van Kelken omgekeerd. De vier van Zwaarden. Justice. Keizerin omgekeerd. Toren. Oké, Maagd. Wat ik zie, Maagd, is iets. Je hebt iets heel lang volgehouden. Dit heel lang volgehouden, namelijk verzet. Nee, nee, nee. En waarschijnlijk had het te maken met een bepaalde mindset, hoe je in het leven stond. En nu kom je op een punt dat je denkt: oh my god, ik. Kijk, het is zo bij Justice. Als iets niet in balans is, komt het universum met een togelmoment. En dat komt omdat het universum wil dat alles op goede grondvesten gebouwd is. En de toren, als die niet goed op goede grondvesten gebouwd is, dan zorgt het universum ervoor dat je een togelmoment krijgt. En dat hoeft niet altijd verschrikkelijk te zijn, maar het zijn wel dingen die ons in het hart van de ziel raken, zal ik maar zeggen. Een soort shocking aha moment. Kan ook zijn dat er iemand in je leven is, een luchtteken, omdat ik hier gerechtigheid en de Ten of Swords. Dit is weegschaal tweelingen waterman. Het kan ook zijn dat er een communicatie is geweest, dat je inzichten hebt gekregen en het is zo dat je een leerproces bent doorgegaan wat vrij lang geduurd heeft. Een leerproces om jezelf beter te leren kennen. Misschien waren die oude normen en waarden beginnen jou nu eigenlijk op te breken. Dat je denkt, ik kan er eigenlijk niet meer mee verder dat ik mezelf voor de gek houd. Want aan de ene kant is het een beetje jezelf voor de gek houden door materie, geld, succes boven alles te zetten en jezelf dan maar op de tweede plaats. Als het gaat om self-love. En het kan zijn dat er nu een kink in de kabel is gekomen, waardoor jij dus een soort verandering ondergaat. Want ik zag net ook de doodkaart, dat is transformatie. Transformatie is altijd pijnlijk, want als een rups in de cocon gaat, dan ontwikkelt hij daar pootjes en vleugels en benen en ik weet niet wat hij allemaal ontwikkelt, maar in ieder geval, het is een pijnlijk proces. Zo'n vleugelontwikkeling en pootjes is niet plezierig en in die cocon zitten ook niet eigenlijk. Maar het is nodig om uit te groeien tot een mooie vlinder. En in dat proces zit jij nu, Maagd. Je zit in een proces waarin de oude structuren langzaam maar zeker vervallen. En waarin nieuwe structuren worden toegevoegd. Het is eigenlijk heel positief, want het zorgt ervoor dat er een omslagpunt is gekomen in je leven. Waardoor je in één keer een aha-moment hebt van: oh, ik had het idee dat het zo moest en ik heb me heel erg verzet daartegen.
nee, dat gaan we niet doen. Nee, nee, nee. En nu heeft dat verzet zich eigenlijk tegen je gekeerd, want je hebt je eigenlijk verzet tegen de liefde voor jezelf, tegen gezonde structuren, tegen naar je hart luisteren, naar je intuïtie luisteren. En als je dat lang genoeg doet, dan krijgen we uiteindelijk van het universum allemaal lessen die ervoor zorgen dat je uiteindelijk die les niet meer vergeet. En op dat punt ben je nu beland. Je hebt een omslagpunt, een ommekeer. Je begint steeds meer de signalen van het universum op te volgen. Je hebt waarschijnlijk ook misschien gesprekken gehad die daartoe geleid hebben. En misschien één specifiek persoon. Ik heb hier Justice kaart met het zwaard van de waarheid. Dus misschien heeft deze reis met waarheid te maken, ram. Oh, misschien heb je met een ram te maken of met een vuurteken. Het kan ook zijn dat je met twee verschillende mensen te maken hebt, twee opposites. En ik denk dat je ook wel met iemand te maken hebt die een beetje out of the box is, die een beetje anders is dan anders en die zich niet conformeert aan jouw verzet. Die zegt van, nou ja, maagd, als jij dit of dat wil doen, dan ga je gang, maar dan trek ik mijn handen terug of zoiets dergelijks. Dus er zijn lessen geleerd die van heel ver gekomen zijn hier, maagd. En misschien vind je dat ook al moeilijk om te accepteren. Dat is vooral moeilijk te accepteren, dat je jezelf eigenlijk als het ware al die tijd in de kou hebt laten staan. Terwijl jouw intuïtie, als je daar goed naar had geluisterd, heeft altijd al geweten wat er nu uit is gekomen. Dus het universum hoopt ook dat jij deze lessen ter harte neemt en dat jij ze integreert in je leven. Want je hebt er tenslotte ontzettend lang over moeten doen om dit aha-moment te krijgen. Dus wat ik zie is een hele positieve verandering. Iets wat moest gebeuren, inzichten die door moesten komen. En vaak, als we niet willen luisteren, dan gebeurt dat best wel op een pittige manier. Zodat het universum zegt: Hallo maagd, ik geef je eerst een kleine waarschuwing, dan nog eentje en dan een grotere waarschuwing. Want zoals jij nu bezig bent, dat kan niet meer. Dus misschien heb je hier hulp bij gehad, heb je bepaalde inzichten verworven. En nu ben je dus op een punt dat je denkt: Oh ja, ik kan niet meer met die oude inzichten verder. En dat is heel positief. Want ik zeg al: de rups die in de cocon gaat en daarna een vlinder wordt. Je bent voor altijd getransformeerd. Het is niet meer zo dat je nog even terug kunt. Je bent getransformeerd. Je hebt dingen gezien en die kun je niet meer ontzien. Dus maagd, ik vind het een hele positieve verandering voor jullie. Want je gaat nu al die lessen die je nu geleerd hebt, ga je integreren. En daaruit bloeit die mooie vlinder. Ga je een transformatie door. En geef jezelf ook tijd, want je hoeft niet te versnellen. Ondanks de tijd die je verloren hebt, kun je jezelf de tijd geven in zo'n proces. Omdat het nou eenmaal tijd vraagt om zulke dingen te verwerken en te integreren in je leven. Maar het feit is wel dat je aan de wieg staat van een hele mooie toekomst. Een toekomst die voor altijd veranderd is. Omdat je namelijk inzicht hebt gekregen en heel veel hebt geleerd. En dat is een groot goed. Dat is iets om te vieren, maagd. Dus mocht je naar aanleiding van deze video een personal reading willen, face-to-face of vooraf opgenomen, dan kun je me altijd even een mailtje sturen. En voor vanavond natuurlijk een hele goede wedstrijd als je kijkt. Bye bye.